Vreemde vogelsonnet van Delphine Lecomte. Kirnemakelaar, gedraag je, zeg ik streng in een cinemazaal. Er zit helaas niemand naast me, zelfs mijn moeder is blozend weggegaan. Ik geeuw en vraag me af of ik ooit een okapi zal aanraken. De film gaat over een Noorse scheephersteller en een tragische koorddanseres. Op een brug wordt de koorddanseres gered, maar dan zit ik al op een terras. Frunnekende imker, beheers je, sis ik ongeremd en luid. Een pelsjager met een bochel lacht me uit, zijn vreedheid deert me. Nog te vaak laat ik me ontmoedigen door boertige ploerte. Ik zal dan maar verslagen zijn en huiswaarts keren. Daar kan ik tenminste boterhammen voor onbestaande narren smeren. En een grote, vriendelijke diepvrieskreeft in mijn vulva introduceren. Gelukkig kom ik de oude kruisboogschutter tegen. Gelukkig heeft hij een paleis. Gelukkig stopt hij makrelen in mijn mond. Gelukkig stopt hij als ik stop zeg. Gelukkig ben ik dapper genoeg om hem zijn blauwbaardverleden te vergeven.